het fantastisch merk en het geweldig bedrijf, de Banker. Ik ben Michel Koster, sectorbanker ABN AMRO. Binnen ABN AMRO hebben wij een sectorfocus. Ik heb vandaag het genoegen om de heer Jacob de Jonge te interviewen voor het congres What's Going On in Retailing. De heer de Jonge is een van de topsprekers binnen het congres. In 2006 bent u aangetreden als CEO van de Bijenkorf. De afgelopen 4-5 jaar heeft er een verschuiving plaatsgevonden van het middensegment naar het luxe segment. Waar ziet u de uitdaging voor de komende jaren voor de Bijenkorf? Nou, de grote pijlers waar we op mikken, dat is dus om nummer 1 te zijn in service. Om de meest brede en diepste assortiment te hebben in het premium segment. Om de meest inspirerende assortiment te hebben van Nederland. En dat gaan we doen door een aantal maatregelen. We gaan dat doen met meer vierkante meters. Dus we gaan de grote winkels nog groter maken en die uitbreiden. We gaan de service verbeteren. Wij zijn van nummer 10 naar nummer 3 in service gaan in Nederland. En daar willen we dus naar nummer 1 gaan. En daar hebben we dus allerlei maatregelen voor, om dat voor elkaar te krijgen. En zo hebben we allerlei strategieën om daartoe te komen. Nieuwe merken zullen we zeker binnenhalen, hebben we al gedaan. We hebben al een aantal luxury brands binnengehaald, maar alleen in Amsterdam. Dat zal in meerdere winkels gebeuren. Dus daar zijn een hele portfolio van maatregelen die wij gaan, die we gaan invoeren. Afgelopen jaar zijn we natuurlijk ook overgenomen door de nieuwe eigenaar Selfridges. Wat verwacht u daarvan? Nou, we hebben hoge verwachtingen en die zullen we ook waarmaken. Ze zijn een strategische partij, daar zijn we erg blij mee. Het is een partij die ontzettend van warenhuizen houdt. Die hebben dus zelf 3 andere warenhuizen, dus wij zijn de 4e in de groep. Buiten dat hebben ze ook andere retailketens. Dus het is een vrij grote en brede Canadese groep. Ze hebben liefde voor het vak. Ze hebben erg veel merken die wij kunnen gebruiken. Dus wij zullen hun steun vragen om nieuwe merken binnen te halen. En dat zal zeker lukken. En zo doen we aan best practices. En zo hebben we een aantal dingen waar wij in voorlopen. En zo hebben zij een aantal dingen waar zij in voorlopen. En dat proberen we uit te wisselen en uit te rijden. Maar het zijn zeer prettige en erg goede partners zijn. Zeker aan de kant van de merken zit er een aanvulling. Zijn er nog andere synergie-effecten te verwachten? Ja, nou, wij doen multi-channel retailing. Gaat erg goed bij ons. CRM doen we erg professioneel. Onze loyalty-programma is een van de beste van Nederland. De bijkaart. En daar kunnen zij zeker wat van ons leren. Zo hebben we meerdere dingen. Onze multi-channel doen we erg compleet. Dus daar zijn allerlei dingen die we uit kunnen wisselen en dat doen we zeker. Oké. Okay. Noemde net al eventjes de verschuiving naar de luxere merken, Gucci, Louis Vuitton. Past deze verschuiving over alle 12 de vestigingen van de Bijenkorf? Nou, niet alle 12, want dat past niet per marktgebied plus de maat van winkels. Maar in principe zullen de flagship stores, de 4 grote winkels, die zullen dat zeker hebben. En daar gaan we zo snel mogelijk aan dat proberen uit te rollen. Een aantal filialen zullen een aantal merken hebben, een aantal niet. Dus dat varieert liggend aan hoe de penetratie is van die merken zelf in de verschillende markten. Dus dat moeten we even zien. Maar in principe is wel de bedoeling dat de meeste merken uitgerold worden in de meeste filialen. Alleen maar de echte shop-in-shops, de echte high-end luxury brands, dat zal waarschijnlijk alleen maar in de flagship staan. En de verhouding shop-in-shop versus private label, gaat dat ook veranderen in de komende jaren? Nee, dat is nu rond de 20%. En dat is concessie, noemen we dat. Dat is niet alleen maar de luxury brands, maar concessie in het algemeen. En dat willen ze zo houden. Maar we zullen wel meer meters toevoegen. Waardoor, met die meer meters, we zullen wel meer shops toevoegen. Maar omdat we netto meer meters toevoegen, zal dat ongeveer hetzelfde blijven. Dus dat is wel een. In 2009 hebben jullie de webshop gelanceerd. Ik las het bericht dat er in 2010 een groei van 300% is gerealiseerd. Heeft u de doelstelling bereikt met de webshop dat de omvang van de filiaal zou moeten? Zeker, we zijn nu 3 jaar bezig. De webshop zelf is 2 jaar open. We hebben de doelstellingen meer dan bereikt. We hebben grote ambities voor onze webshop. Het is niet alleen maar de webshop, het is een andere filiaal, het is een ander kanaal. En dit is een deel van multi-channel. Je moet wel allemaal naadloos met elkaar samenwerken, dus daar zijn we druk mee bezig. Als je wilt bestellen in de filialen, je hebt je maat niet. En dan ga je even naar het scherm en daar kijk je naar de webshop. Hebben ze het
dan moet daar meteen geboekt worden, besteld worden en dan moet dat geleverd worden. Dus het moet allemaal met elkaar werken, daar zijn processen voor. Daar zijn we druk mee bezig. Maar het heeft zeker onze verwachtingen overtroffen. Maar goed, er zijn er veel spelers in de markt en die worden steeds groter. Dus wij moeten zeker naar onze ambitie toe van zo'n 10% van de totale omzet, moet zeker van de webshop. Naast de webshop zijn jullie ook actief op social media, Facebook, Twitter. Wat zijn jullie ervaringen daarmee tot op heden? Nou, ze zijn erg goed. Je bent vrij heel snel en heel dicht bij de klant. Ze vertellen je precies wat er gebeurt in de winkel. En onze marketingman is daar erg geëngageerd in. Daar gaan we steeds meer mee doen. Maar nogmaals, dat is een onderdeel van de totale multimedia. Het is een onderdeel van alles wat we doen. We moeten heel snel met alle klanten communiceren en ook feedback krijgen wat er allemaal gebeurt. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel van ons heel serviceconcept en alles wat we met de klant willen doen. De Bijenkorf heeft de klantenkaart. 25% van de omzet wordt gerealiseerd via de klantenkaart, de bijkaart. Wat is de rol van de bijkaart in jullie marktbenadering? Nou, dat zijn onze meest loyale klanten. Het is een onderdeel van ons heel CRM-project. CRM is heel, heel belangrijk voor totaal, maar de klant vooral is belangrijk. En wij willen meer loyale klanten hebben, klanten die meer kopen, in plaats van veel meer klanten. We willen ook natuurlijk meer klanten hebben, maar de hoofdzaak is dat we onze klanten goed kennen. En dat via het CRM-programma en via de bijkaart en via onze kaarthouders weten we precies waar ze mee bezig zijn. Wij willen steeds meer individuele marketingcampagnes gaan voeren. Dat we meer kunnen sturen op de individuele behoeften van de verschillende klanten. Dus het is heel belangrijk dat we dit voortzetten. Het geeft ons heel veel inzicht in wat de klant doet. En het geeft ons heel veel inzicht ze geven ons feedback, ze zitten in panels. Het is een zeer gewaardeerde groep. Hebben jullie ook specifieke klantenacties voor bepaalde segmenten, bijvoorbeeld voor herenmode, dat je dan actief daarop targeten inmiddels meer? Dat hebben we, maar de bedoeling is om steeds minder acties te hebben, steeds meer evenementen en steeds meer services te hebben. Daar gaat het om bij ons. Het gaat steeds meer om beleving, dat willen we. Wij verkopen beleving, niet alleen maar product, maar product met beleving. En dat willen we dat de klant mee naar huis neemt. De beste service, de beste beleving, de beste inspirerende collectie, dat moet hij kopen bij ons. En niet discount. Discount kan hij bij anderen krijgen. Hoe vertaalt de ingezette strategie zich in de resultaten van de Bijenkorf? De ingezette strategie van de Bijenkorf, die we de afgelopen 5 jaar hebben ingezet, dat vertaalt zich in fantastische resultaten. We hebben een compounded omzetgroei gehad de afgelopen 5 jaar van meer dan 4%. En onze EBIT, onze winst, die heeft ook een compounded jaar op jaar op jaar groei gehad van meer dan 25%. Dat betekent alleen maar dat de strategie die we uitzetten van betere service, inspirerende collectie en een premium warenhuis, dat zie je dus terug via de resultaten. En zoals altijd, de klant stemt met zijn portemonnee en zelfs in de crisistijden heeft de klant dat bij ons ook gedaan.